Het houdt bij GamersNet ook nooit op met de unboxings, want jawel mensen, we hebben weer een keer iets binnen van Razer en het is de nieuwe DeathAdder Elite. Dat is een nieuw muisje en sterker nog, we hadden ook de Stargazer binnen, dus mocht je helemaal Razer-fanaat zijn, je bent helemaal welkom op GamersNet gedurende deze tijd. Deze kon ik echt niet in de doos laten zitten, want ik wou gewoon streamen met dit ding, dus dat is al gedaan. Dus wil je weten hoe dit ding bevalt, binnenkort in GamersNet Gear en natuurlijk op Twitch elke woensdagavond, want dat is dan mijn stream, nog heel veel andere streams, maar deze is in ieder geval... Ik stream voorlopig even met dit ding. Maar goed, ik dacht de DeathAdder, ik heb er al een ander muisje liggen. Dus ik kan deze wel even laten liggen. Dan kunnen we die nog in de doos laten voor de unboxing. En dan hoef ik hem niet meer terug in de doos te gooien. Want kijk maar eens een oude unboxing van ons terug. 9 van de 10 keer moet ik het allemaal terug in die doos mieteren. Maar goed, anyway. Razer DeathAdder Elite. Gloednieuw muisje. Ik heb al, als het goed is, een sneetje erin gemaakt. Zodat we lekker gemakkelijk hier open kunnen doen. En ik moet altijd zeggen bij Razer, het is toch wel... Ze doen het een beetje Apple-esque inpakken. Waardoor het, weet je, ook het... Het uitpakken ervan is een soort van ervaring aan het zien. En dan hoppert het. Netjes. En natuurlijk, as always, oh, ik ben al meteen dingen kapot aan het maken hier. Kijk, dat is netjes zo'n condoompje eromheen. Maar goed, je krijgt as always een lekker boekje bij. En ook zo'n mooi pamfletje met congratulations. There is no turning back. Wat ik altijd best wel creepy vind klinken. Maar goed, dat is dus dat Razer zegt van... Hey, als je dit een keer hebt ervaren, dan wil je niet meer terug. Ik weet niet of het waar is. Maar goed, dat gaan we dus binnenkort ontdekken in de GamersNet Gear. En de geschreven review die we doen van de DeathAdder Elite. Maar goed, dan krijg je ook nog een lekker boekje erbij. Dat je weet van, hey, hoe werkt dit allemaal? En wat heb ik er allemaal voor nodig? Ja, een PC, een USB-poort, Razer Synapse. Dat soort dingen. Staat er in allerlei talen in. Dat is goed om te weten. Want voor hetzelfde geld kun je geen Engels of zo. Dan is het fijn dat er ook Koreaans in staat. Dat heb je dus, DeathAdder Elite. Maar goed, hier draait het natuurlijk uiteindelijk om. En dat is natuurlijk de muis zelf, aan zich. Dat is altijd zo'n leuk Mikado-verhaal van hoe ga je dit er netjes uithalen. Nou, zo. Nou, dan weet je dat ook. Gewoon een tutorial van Tom. Hoe haal je dingen uit de doos zonder dat je het verknalt? Zo dus. En ja, het is best wel een sexy muisje. Kijk, hoppatee. Klaar. En dit is misschien toch altijd wat leukst om te doen. Dus even... Ah. Best wel... Sorry dat ik dit van jullie ontneem, dat je dit zelf niet mee kan maken. Dat is echt, dat voelt altijd heel fijn, tenminste ik vind het fijn voelen. Anyway, dat is de Razer DeathAdder Elite. Die bestaat natuurlijk al langer en hij lijkt in de body een beetje op, nou ja zeg, bijvoorbeeld de Mamba. Maar het leuke aan de DeathAdder Elite is, hij is dus volledig nieuw. Hij heeft een 16.000 dpi optische sensor, dus dat is op zich best wel high-tech. En dan meteen gaat je hoofd al denken van... Ja, maar het is Razer en het is een hoge dpi en het is optisch. Dus waarschijnlijk kost me dat dan 300 euro. Nee, dat valt eigenlijk wel aardig mee, want deze gaat dus op de kop voor 80 euro. Wat echt, naar mijn idee, best wel een soort van ding is van Razer. Ze zijn de laatste tijd wat omlaag aan het gaan in de prijs. Dus het wordt natuurlijk altijd de Apple van de gaming genoemd. Met de laatste paar muizen die ze hebben uitgerold, valt er eigenlijk best wel mee. Ga ook vooral de Razer Naga Hex V2 checken. Die hebben we van de zomer gereviewd. En dat was ook weer een model, supermooi spul. Maar de prijs viel best wel mee. Dat je denkt van, oh, maar dat zijn niet echt Razer prijzen. Dus ja, ze zijn wel bescheidener aan het worden. En daar ben ik, ja, ik heb daar zelf helemaal geen probleem mee. Verder natuurlijk, ja, deze condoompjes leveren ze nu mee. En hoe sexy is dat? In de USB-poort, of ja, connector, stoppen ze nou ook hun eigen Razer groene kleurtje. Tuurlijk, je gaat er niks van zien. Maar het feit dat het erop zit, vind ik wel altijd, ja, het is toch een beetje die Apple-achtige afwerking. Hoge, hoge kwaliteit. Maar verder, ja, hij ligt lekker in de hand. Aardig licht. En binnenkort gaan we hem gewoon helemaal ervaren in GamersNet Gear en een geschreven review. En wat ik ook nog even ga doen is, ik ga mijn laptop erbij pakken, zodat je hem ook met de kleurtjes kan zien. Want ja, het is natuurlijk weer een chroma product, dus ja, het heeft alle kleuren van de regenboog. En dan knip ik nu even snel weg, nadat ik op het moment dat ik een laptop heb, en dan kun je het ook echt daadwerkelijk zien. Ik vind dit trouwens ook wel een leuk extra elementje wat ze erop gooien. Dat ze nou altijd zo'n leuk, ja, soort, weet ik het wat, condoompje eromheen gooien. Voor om de kabel heen. En zelfs daar een Razer logo op. Ja, ze zijn natuurlijk heel erg geil op hun eigen logo. Maar dat is allemaal prima naar mijn idee. Ik vind het mooi dat je erbij krijgt. Gaat zo, kijk, dus ook even een tutorial van Tom dat je het niet fout doet. Kijk, gaat zo en dan hoppatee, in je USB. En het leuke is, ik deed het ook in één keer goed. Meestal duurt het 3 keer, weet je. Het is altijd die ene. Dus, oh nee, dat is hem niet. Dan draai je hem om. Dat is hem ook niet. En dan doe je hem weer terug. En dan werkt hij in één keer wel. First world problems. Anyway. Daar heb je hem. De Razer DeathAdder Elite. Met alle kleurtjes van de regenboog die nu heel langzaam gaan faden. En in de tussentijd is Razer Synapse natuurlijk al meteen... nieuwe Razer DeathAdder Elite firmware up aan het daten. Maar goed, je ziet er wel al mooi alle kleurtjes van de regenboog. Je hebt natuurlijk niet zoals bij de Mamba Chroma Tournament Edition, dat je daar zo'n mooie balk overheen hebt. Maar goed, ja, dat is waarschijnlijk waar de prijsbesparing in zit. Niet helemaal te veel lichtjes, maar gewoon 2 die je afzonderlijk kan veranderen in allerlei kleurtjes en fading en statisch en breathing en blablabla.
Anyway, mocht je daar meer van willen weten, Gamers & Gear, binnenkort verschijnt hij op gamersnet.nl en natuurlijk bij ons op YouTube. En uiteraard een geschreven review met allemaal mooie foto's en lappe tekst van mij over waarom dit ding wel of niet fantastisch is. Dus hey, drop er vast een like als je op YouTube zit en als je er geïnteresseerd in bent, gamersnet.nl, je mag een reactie achterlaten. En dan hopen we jullie snel weer terug te zien op de website of op het YouTube kanaal of op Twitch, maakt mij het uit. Als het maar iets met Gamersnet is en kom vooral terug, want Razer, allerlei andere gear, games, we hebben het allemaal voor je klaarstaan.